We zijn afgelopen weekend teruggekomen uit Berlijn, alwaar wij samen met onze kersverse staatssecretaris onder meer een van de grootste evenementen bezochten op het gebied van landbouw en voedsel, de Groene Woche. Ik ben er al meerdere malen naartoe geweest. U weet wel, dat is een evenement dat vorig jaar landelijke bekendheid kreeg, omdat voormalig staatssecretaris Bleker zijn vriendin meenam, want zo is het in Nederland met name bekend. Terwijl oud-ministers Veerman of Verburg dat ook al jaren deden, maar bij Bleker viel het plots op en dat is een teken dat die man het goed heeft gedaan en dat men een andere manier moest zoeken om hem te pakken, privé. En ik herken dat, voorzitter, dat de pers dat doet. Ik herken dat. Als ze iemand niet kunnen pakken, inhoudelijk, dan gaan ze hem privé proberen te pakken. Déjà vu, zal ik maar zeggen. Nederland was dit jaar het gastland en we vierden onze 60ste deelnameverjaardag. We zijn niet alleen het belangrijkste, maar tevens het oudste partnerland van Duitsland. En ook nu bleek hoe fier we moeten en kunnen zijn op onze agrarische ondernemers. Ze behoren tot de top wereldwijd. Onze staatssecretaris mocht maar liefst duizenden mensen toespreken en wat deed ze dat voortreffelijk. Eerlijk is eerlijk, we waren het er unaniem over eens, partijoverstijgend. Ik geef niet vlug complimenten en word vaak de directeur van een azijnfabriek genoemd, maar de Duitsers kennen naast onze ambassadrice vrouw Antje ook onze staatssecretaris, welke zelfs de hele zaal aan het lachen heeft gekregen. Let wel, men zat toen nog niet aan de bier. En als er gelachen wordt, blijft de boodschap beter hangen. Het is ongebruikelijk, voorzitter, maar via deze plaats wil ik ook de echte vrouw Antje, de oer-Hollandse Madeleine Driessen, niet alleen danken voor haar inzet ten behoeve van de keizer Oost-Holland, maar als heuse ambassadrice van ons land, en ik denk dat iedereen het daarmee eens is, welke in Duitsland zomaar in de top staat van bekende Nederlanders naast André Rieu en Rudy Carrel. Dat is niet niks. De eveneens in Berlijn aanwezige Frans Bauer wist niet wat hem overkwam toen massa's Duitsers zich langzaam baanden op weg naar onze vrouw Antje. Er moeten meer vrouw Antjes komen, voorzitter, wil ik aan de staatssecretaris vragen. Er moeten meer van dat soort ambassadrices komen. En eigenlijk moesten we zelfs een motie op dit punt overwegen, dat zal ik al achterwege laten. Maar mogelijk wil Madeleine Driessen een heuse vrouw Antje Academy gaan leiden ooit. Dat zou een hele goede zaak zijn. Nu is het tijd voor de minder leuke ontwikkelingen, voorzitter. Door de gevolgen van de crisis en de druk vanuit de EU, waaronder hoge lasten, belemmeringen en frustraties door wet- en regelgeving, staan duizenden agrarische ondernemers aan de rand van een faillissement. Nederlandse ondernemers krijgen steeds meer en hogere kosten te maken en lasten te maken. Ondanks dat het PVV al sinds 2006 pleit voor belastingverlaging, administratieve lastenverlichting en betaalbare energiekosten. De boeren kunnen deze kosten niet doorberekenen. De retailers en voedselverwerkende industrie kunnen en doen dit echter wel. Dat is oneerlijk. Daarnaast geven al vernoemde lasten een concurrentievervalsing, omdat de omliggende landen die extra kosten niet of minder hebben. Er is een ongelijk speelveld ten nadele van onze boeren. Wat gaat de staatssecretaris doen ter verkrijging van een gelijker speelveld? Let wel, omdat onze producten hoogwaardiger en minder dieronvriendelijk zijn, zal men steeds vaker bereid zijn meer te betalen voor onze producten. Maar dit moet niet kunnen. De boerderij vandaag, dat is een krant die helaas nooit over de goede acties van de PVV voor boeren schrijft. Maar ze hebben wel geschreven dat boeren steeds vaker naar de voedselbank gaan. En dat kan natuurlijk niet. Het kan niet zo zijn dat mensen die generaties lang ons van voedsel hebben voorzien en ook andere Europese landen nu zelf naar de voedselbank moeten gaan. Dan moeten we echt een halt roepen en dan moet de staatssecretaris zich voor gaan inzetten dat dat niet meer kan. De PVV eist onmiddellijke actie van de nieuwe staatssecretaris en uitvoering van mijn vele verzoeken ten behoeve van een beter verdienmodel voor onze boeren, tuinders en vissers ten laste van de machtige grootgrutters, retailers en de voedselverwerkende industrie. Het geld moet bij onze boeren die investeren in een beter dierenwelzijn. En die zijn welwillend en zij doen wat wij vragen in de Kamer en ook wat de consumenten graag willen. Consumenten zijn, voor zover dat financieel binnen mogelijke ligt, steeds vaker bereid om diervriendelijk verkregen producten te kopen. Maar het betreft de retailers en de voedselverwerkende bedrijven welke er beter van worden, terwijl zij er het minst voor hoeven te doen. Dat is gewoon volstrekt oneerlijk. Dit kan en mogen we niet toelaten, mevrouw de voorzitter. De staatssecretaris zal nu moeten ingrijpen, tezamen met andere betrokken kabinetsleden, want ze kan dat natuurlijk niet alleen. En ik verwacht ook dat ze dat gaat doen. Want zij zei zelfs nog, ook, en dat vond ik een hele mooie zin van de staatssecretaris, dat ook boeren geen boekhouders zijn, maar ondernemers. Dat heeft u gezegd en daar prijs ik u voor. En daar moeten we ook voor zorgen, die lasten, administratieve lastenverlichting. De boeren, welke nu decennia lang tal van Europese landen hun primaire levensbehoefte hebben voorzien, mogen nu als dank hun zuurverdiende geld als grootste netto betalen, want dat zijn we per hoofd van de bevolking, afdragen aan de EU en aan hun voormalige afnemers, welke nu hun grootste en valse concurrenten zijn geworden. No way. Het inkomen van onze agrariërs staat onder hoge en grote druk.
Het ministerie geeft heel gemakkelijk aan dat producenten meer moeten samenwerken om de positie in de markt te verkrijgen, om een betere positie in de markt te verkrijgen, dan wel te behouden. Maar dan loopt men tegen de mededingingswet aan. Het zoveelste obstakel. Dus mijn fractie vraagt te onderzoeken welke aanpassingen nodig zijn, zodat de NMA, de Nederlandse mededingingsautoriteit, de broodnodige samenwerking van agrarische ondernemers niet als een soort marktmacht ziet. Want hoe kunnen ze dat oplossen? Want ze willen wel graag samenwerken, maar dat mag dan wel vaak niet. Het ministerie zet heel veel in op duurzaamheid, maar ik vraag al jaren wat duurzaamheid inhoudt. En hoe is duurzaamheid vast te stellen? En mijn zinziens, mevrouw de voorzitter, bestaat er überhaupt helemaal geen duurzaamheid. Maar dat hoor ik graag van de staatssecretaris. Voorst maakt de PVV zich zorgen dat de door de regering voorgestelde duurzaamheid het dierenwelzijn van de regen in de drup terechtkomt op een moment dat het overgrote deel van de Nederlandse boeren bereid is om samen te gaan voor een beter leven voor de landbouwhuisdieren. Net op dit moment. Voorst sluit duurzaamheid, wat het dan ook mogen betekenen, ook nog eens voor de administratieve lastenverzwaring. De staatssecretaris geeft aan dat voor 9,7 miljoen minder administratieve lasten er zijn, maar wat geldt er voor de beloofde lastenverlichting? Dus, want dat komt niet in het uitdrukken, want wij zien een verhoging, een vermeerdering daarvan. En de boeren zien dat ook niet. De lasten en kosten voor antibiotica-administratie, noem ik mestwetgeving, natuurbeleid, die nemen allemaal juist toe. Wat gaat de staatssecretaris hieraan doen voor de boeren? Nou, voorzitter, de vissers. De vissers worden zowel door de EU als de regering gepakt. De bedragen die nu bij de sector in rekening worden gebracht om het regeringsbeleid uit te voeren en om alle eisen van de EU te voldoen, zijn voor velen onbetaalbaar. Bovendien belemmeren beiden de vissers om een goede transitie te maken naar een organisatievorm in een overgangsfase van productschap naar bedrijfscluster. Ik verzoek de staatssecretaris zich snel in te lezen in het visserijdossier, met de sector in contact te treden en het proces van bovenstaande transitie te ondersteunen. En ja, nogmaals, ik heb eens een keer door de PVV ondertekende motie mogelijk gemaakt dat er paling over de dijk werd gezet. Dat is een groot succes gebleken. En ik wil ook vragen om dat mogelijk te maken ten behoud van de palingstand en zeker ook ten behoeve van de beroepsbinnenvisserij. Dus mogelijk kan de staatssecretaris daar ook een antwoord op geven, zodat de glasaal overdijks en binnendijks uitgezet mag worden. Ja, voorzitter, en nu komen we toch bij een belangrijk onderwerp, dierenwelzijn. Helaas. Ik heb altijd gepleit dat dierenwelzijn, ook LNV, hè, dus landbouw, natuur, dierenwelzijn en voedselkwaliteit, dat is niet gebeurd. Sterker nog, ze hebben zelfs landbouw nu uit de ministerienaam weggehaald. Maar dierenwelzijn is natuurlijk een belangrijke zaak en geen economische zaak. Het zijn geen zaken. Het betreffen levende wezentjes van vlees en bloed met een intrinsieke waarde en vaak een complexer zenuwstelsel dan menig mens. En het kabinet heeft de mond vol over dierenwelzijn. Maar ondertussen schaft men de dierenpolitie af, staat men de mishandeling van miljoenen dieren per jaar toe en verbiedt men uit pure symboolpolitiek enkele tientallen circusdieren van een handje vol Nederlandse circussen, waarbij de dierenpolitie of dierenartsen nog nooit dierenmishandeling hebben geconstateerd. Let wel, ik heb het over de Nederlandse circussen. Nou, dan komt het succes, ook van de PVV. Wat een succes was het, het alarmnummer van Dierennood. En wat is er om gelachen, om dat alarmnummer 144. Maar bijna 200.000 meldingen zijn er binnengekomen. Gigantische successen, ook de dierenpolitie. Er zijn in een half jaar tijd, voordat de dierenpolitie een nekslag kreeg, nog nooit zoveel dieren gered of in beslag genomen sinds de komst van 144 aan de dierenpolitie. Dus ze werden dus eigenlijk, ja, ik ben er altijd om uitgelachen, mevrouw de voorzitter, maar het schijnt één groot succes te zijn geworden voor dieren en ook de bijvangsten, jeugdzorgzaken, mishandelde vrouwen en allerlei gestolen goederen die ze hebben aangetroffen, verboden wapenbezit, de bijvangsten. Wie gaat de bijna 200.000 meldingen van 144 opvolgen? De BOA's van de NVWA en LID hebben slechts enkele tientallen mensen beschikbaar zonder politionele strafrechtelijke bevoegdheden. Bovendien bezuinigt het kabinet flink bij de NVWA aan dienstregelingen, juist nu er via 144 behoefte is aan opsporing en handhaving inclusief noodopvang. Dus de belofte is een broodje aap. We moeten terug naar die 500 dierenpolitiemensen. Wie gaat de veetransporten controleren? De circussen, de dierentuinen, de slachthuizen, de veemarkten, de dierenspeciaalzaken, de boerderijen, de miljoenen gezelschapsdieren, de proefdieren, de malafide hondenhandelaar en fokkers. Wie moet die gaan oppakken? Daar heeft een BOA geen bevoegdheden voor. Die ontbreekt het gewoon aan. Ik wil graag dat daar een reactie op hebben van de staatssecretaris en dat ze zorgt dat die meldingen van 144 door politionele bevoegde mensen en strafrechtelijk bevoegde mensen kunnen worden uitgevoerd en dat die mensen achter slot en grendel komen. Levenslang verboden op het houden van dieren moeten krijgen.
Voorzitter, ik zal de tijd gaat schijt vooruit. Wij willen ook nog pleiten voor een nationaal slogan in ons verkiezingsprogramma. Veterinair professionele dierenambulanceorganisatie, welke ook bereikbaar moet worden onder 144 Red een Dier. Te veel dierenambulances rijden onder hun eigen nummers. Zelfs de dierenambulances van de dierenbescherming vind ik een diepe schande. Ze weigeren om 144 op hun bus te zetten en dat kan niet. Ik vind dat de staatssecretaris zich daarmee moet gaan bemoeien. We kennen maar één noodnummer voor dieren en die stuurt de dierenambulances aan. En dan moet ook nog veterinair of paraveterinair professioneel personeel op komen te zitten. Want enkel die mensen kunnen een dier stabiliseren. En je moet niet een zwaar gewond dier in een bus gooien en ermee gaan rondrijden om te kijken welke dierenartsdienst heeft. Het voorbeeld is het huisartsennooddienst, welke met een voeringsvoertuig ter plekke worden gebracht om een gewond dier te stabiliseren alvorens te vervoeren. Voorzitter, ik wil de regering verzoeken om er zorg voor te dragen dat men een overleg met de NOS de niet gebruikte teletextpagina 144 in gebruik laat stellen ten behoeve van belangrijke mededelingen en of spoedeisende zaken met betrekking tot 144 Red een Dier en de dierenpolitie. Ook vraag ik om een veterinaire CSI, Crime Scene Investigation, om deze meer te benutten om daders op te sporen en bewijsvoering tegen dierenbeulen op te kunnen voeren, opdat zij zwaarder bestraft kunnen worden. Want het is immers zo, als iemand een hond in het water gooit, is het een milieuzaak ook, dat je een dier dumpt. Maar als dan blijkt dat het dier al dood was voordat hij gedumpt was, kan die man celstraf daarvoor krijgen. En daar moeten we naartoe. Dus moet CSI komen. Ik ga afronden, mevrouw de voorzitter. Tot slot vraag ik om erkenning van het Nederlands Kankerfonds voor Dieren, NKFD, en betere samenwerking met de ministeries van EZ en VWS. De kennis, ervaring en kunde van veterinaire oncologen wordt niet tot onvoldoende gebruikt ten behoeve van de beperking en bestrijding van kanker. Juist de veterinaire oncologie vormt het voorland bij de bestrijding en of beperking van kanker voor mens en dier. En bij beide een van de meest voorkomende doodsoorzaken. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Dank u wel. Er is een interruptie van de heer Van Gerf. Meneer Van Gerf. Ja, voorzitter. Ik zou de heer Graus willen vragen, want daar is hij niet in zijn betoog op ingegaan, op de ontwikkelingen met betrekking tot het gebruik van antibiotica in de veehouderij. We hebben recent dat schandaal, wat weer eens openbaar werd, van dat 3,5 ton antibiotica is gevonden, wat gebruikt is in de pluimveesector. En mijn vraag is aan de PVV of zij ook niet vinden dat het antibiotica-gebruik verder moet worden teruggedrongen dan de huidige doelstelling van uiteindelijk 70%, maar dat dat bijvoorbeeld naar 90% zou moeten worden teruggebracht. En via de PVV wil ik dat ook aan de staatssecretaris vragen. Meneer Graus. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ik ben heel blij dat u me dat geeft, want mijn spreektijd is om. Dus nu kan ik nog mooi even scoren op dat punt. Want ik ben de voortouwnemer geweest, ooit. Ik kom uit de veterinaire farmacie vandaan. En u weet misschien nog, via mevrouw de voorzitter, hoe ik onder vuur ben genomen door twee farmaceutische bedrijven die mij van alles gingen betichten. Omdat ze als de dood waren, dat het Dion Graus in de politiek ging en zich hiermee ging bemoeien. Want ik ben namelijk achter zaken gekomen zelf, waardoor ik er afstand van heb genomen. En ik zal u dit vertellen. Ik ben de eerste geweest die hier een motie heeft ingediend om antibiotica enkel nog maar curatief in te zetten en ook na een test, een bacteriële test, dat je ook weet welk antibioticum waarvoor je kan gaan inzetten. Dat je ook zoveel mogelijk smal spectrum kan gaan werken, niet breed spectrum, wat ze nu doen. Dat schieten me dagen. Dat zijn acties van mij. Ik heb ook gevraagd, stop met het preventief geven van antibiotica. Ga meer met pre- en probiotica werken. Al in 2007 heb ik dat al gedaan. Ik heb er nog een paar jaar geleden met mevrouw Schippers nog over gedebatteerd. Dus dat komt allemaal bij de PVV vandaan. Je moet eens kijken hoeveel moties wij op dat vlak hebben ingediend. Dus hoe kunt u mij nou die vraag stellen via mevrouw de voorzitter? Dat begrijp ik niet goed. Dank u wel. Ja. Meneer Van Gerven. Nou, dat begrijp ik heel goed. Want ik weet dat het juist u erg aan het hart gaat via de voorzitter. Mijn vraag concreet was, vindt de PVV ook dat we moeten streven naar bijvoorbeeld 90%? Want het is nu 70 en het moet verder terug. En daaraan gekoppeld nog een tweede vraag. Er wordt ook veel derde en vierde generatie antibiotica gebruikt. Die zijn eigenlijk essentieel voor de mens en zouden eigenlijk niet voor dieren gebruikt moeten worden. Deelt de PVV die conclusie ook? Twee vragen nog. Ja, voorzitter, kijk, die laatste vraag, daar wil ik echt aan deskundigen ter zake overlaten. Dat zijn wij alle twee niet op dit vlak. Laten we daar heel eerlijk in zijn.
Dus dat wil ik echt een deskundige overlaten. En dat heb ik ook gevraagd aan, ook aan de minister van VWS om dat te doen. En dat zal deze staatssecretaris ook oppakken. We willen het allemaal. Ik geloof dat niemand voor een overmatig gebruik van antibiotica is. Niemand. Maar om over procenten te spreken heb ik altijd gevaarlijk gevonden. Ik heb altijd gezegd, stop er gewoon mee met preventief geven. En enkel curatief na een bacterieel onderzoek, bacteriologisch onderzoek. Maar alleen meer dan dat kan en mag ik er niet over zeggen, want nu ligt het in de handen van deskundigen. En dat wil ik eerst eens afwachten wat er allemaal uit gaat komen en wat ook mogelijk is. Dank u wel. Dank u wel. Meneer Dijkgraaf. Dank u wel, voorzitter. Mooi bevlogen betoog van de heer Graus, zoals we gewend zijn. Dank daarvoor. Ik zou nog wel graag een reactie willen hebben van de heer Graus op bijvoorbeeld de studie van Wageningen ten aanzien van de onzekerheid in het beleid van stikstofdepositie, ammoniakemissie, maar het zit ook in het visserijbeleid. De empirische onderbouwing eigenlijk. Hoe kijkt de heer Graus aan tegen het meten? Meten is weten. De praktijk versus allerlei theoretische veronderstellingen die achter het beleid zitten en de modellen die daarvoor gebruikt worden. Meneer Graus. Ja, voorzitter, ik deel alles. Er is ook een motie, een voorbereiding genomen, welke ik ook zal gaan steunen in deze. En ik vind dat de boeren, en dat is ook al mijn betoog al vanaf 2006... Ik heb me nooit kunnen vinden in al die metingen en bevindingen. Heb ik me nooit in kunnen vinden. Ik heb het nooit geloofd. Ik heb het altijd onzin gevonden. Dus u kunt zich voorstellen dat ik aan de kant van de boeren deze heb gestaan. En niet de belemmeringen die het hele beleid heeft opgeworpen. Gebaseerd op feitelijke onjuistheden wat nu blijkt. Want daar doelde u op waarschijnlijk. Hè? Dat het allemaal blijkt dat de metingen en alles niet deugen. Nou, er kloppen nog wel meer metingen en tellingen niet die bij Wageningen en bij de Imaris vandaan komen. Daar kom ik nog aan een andere debat op terug. Dat deugt nog veel meer niet, mevrouw de voorzitter. Meneer Dijkgraaf. Voorzitter, dus als we voor gaan stellen om breed veldonderzoek te doen, wat dat veel beter onderbouwt, dan zal de heer Graus zo steunen. 100%. 100%, mevrouw de voorzitter. Duidelijk. Ja. Goed, dat was de eerste termijn van de heer Graus. Dan begin ik noodgedwongen direct met het voorlezen van de moties. De Kamer gehoort de beraadslaging. Verzoekt de regering tot een beter en eerlijker verdienmodel ten behoeve van boeren, tuinders en vissers, ten laste van de retailers en voedselverwerkende industrie en gaat over tot de orde van de dag. Wordt de indiening van deze motie in voldoende mate ondersteund? Dat is het geval. Dan maakt ze daarmee deel uit van de beraadslaging. De Kamer gehoort de beraadslaging. Verzoekt de regering om palingvissers de mogelijkheid te bieden om glashaal aan de kust te vangen en binnendijks uit te zetten ter behoud van de palingbestand en ter ondersteuning van de beroepsbinnenvisserijsector en gaat over tot de orde van de dag. Wordt de indiening van deze motie in voldoende mate ondersteund? Dat is het geval, dan maakt ze daarmee deel uit van de beraadslaging. Verzoekt de regering om de Kamer gehoort de beraadslaging. Verzoekt de regering om een nationale veterinair professionele dierenambulanceorganisatie bereikbaar onder dierennoodhulpnummer 144 in te stellen. En gaat over tot de orde van de dag. Wordt de indiening van deze motie in voldoende mate ondersteund? Dat is het geval. Dan maakt ze daarmee deel uit van de beraadslaging. Mevrouw de voorzitter, ik doel daarmee op dat dierenartsen snel ter plekke kunnen worden gebracht naast de vrijwillige dierenambulances en de dierenbeschermingsdierenambulance. De Kamer gehoort de beraadslaging, verzoekt de regering te bewerkstelligen dat de ongebruikte pagina 144 van de NOS Teletext vanaf dit jaar dienst mag doen ten behoeve van berichtgevingen en of spoedeisende zaken van 144 Reddend Dier en de dierenpolitie. En gaat over tot de orde van de dag. Wordt de indiening van deze motie in voldoende mate ondersteund? En dat gaat ook. Dat is het geval, dan maakt ze daarmee deel van de beraadslaging. Gaat ook voor de oproep, want dat vroeg de staatssecretaris om, ook om getuigen en dergelijke op te roepen. Dus gewoon een meldingssite, want dat vroeg de staatssecretaris om. Dat heb ik bij deze toegelicht. Dus alles wat ze graag kwijt willen, kunnen ze erop kwijt. En ook om getuigen op te roepen. Met zoals. De Kamer, gehoort de beraadslaging, verzoekt de regering, gezien de wetenschappelijk aangetoonde relatie tussen dierenmishandeling en huiselijk geweld, om in het risicotaxatiedocument huiselijk geweld eveneens vragen op te nemen aangaande de mishandeling en of verwaarlozing van dieren. En gaat over tot de orde van de dag. Wordt de indiening van deze motie in voldoende mate ondersteund? Dat is het geval, dan maakt ze daarmee deel van de beraadslaging. De allerlaatste, mevrouw de voorzitter. De Kamer gehoort de beraadslaging. Verzoekt de regering er zorg voor te dragen dat er voldoende dierenpolitie behouden blijft om de honderdduizenden meldingen van 144 op te volgen, daar de NVWA en LID over onvoldoende manschappen beschikken en het hun voorts ontbreekt aan een groeiend aantal gevallen benodigde strafrechtelijke en politionele bevoegdheden. En gaat over tot de orde van de dag. Wordt de indiening van deze motie in voldoende mate ondersteund? Dat is het geval, dan maakt ze daarmee deel van de beraadslaging. Mevrouw de voorzitter, ik heb nog een paar seconden, geloof ik. Ik wil even kort zeggen namelijk
Dat zijn uiteraard overigens een hele goede. Je hebt ook altijd een paar rotte appels ertussen. Zelfs bij de PVV is ook gebleken in het verleden. Dus overal. Dus ik wil zeker niet een hele organisatie. Heeft die me goed gecorrigeerd. En dat was ook mijn bedoeling niet. Maar alleen, ik weet vanuit het verleden. Dat die enkele tientallen NVWA's. Dus de voormalige AID'ers, Algemene Inspectiedienst. En enkele LID'ers. Zijn niet opgewassen om die honderdduizenden meldingen op te volgen. En al die veetransporten te controleren in slachthuizen. En voorts ontbreekt het dan aan politionele. Bevoegdheden, strafrechtelijke bevoegdheden. En met bestuursrecht gaan we die hufters niet kunnen aanpakken, mevrouw de voorzitter. Dank u wel.